Oké, dankjewel. Ik ga even mijn scherm delen natuurlijk. Hopelijk gaat het nu ook nog goed. Kunnen jullie het zien? Het scherm? Zeker. Yes. Ja, prima. Nou, ik wil vandaag jullie wat vertellen over een participatief actieonderzoek, zou je het kunnen noemen, dat ik gedaan heb met een aantal leerkrachten van middelbare scholen in vrije scholen in Nederland. En dat vond over een aantal jaar plaats tijdens de Landelijke Studiedag. En dat is een dag waarop alle middelbare schoolleraren van de vrije scholen bij elkaar komen jaarlijks. Meestal met een man of 800, 850, zoiets denk ik. En daar worden altijd heel veel workshops georganiseerd en gedaan. En ik was gevraagd of ik een workshop wilde organiseren voor 3 jaar eigenlijk, die een vervolg zou geven. Waarbij we onderzoek zouden gebruiken. En dat vond ik een hele leuke vraag. En we zijn aan de slag gegaan met periodeonderwijs. Omdat periodeonderwijs is echt een kenmerkend aspect van het vrije schoolonderwijs. En wordt ook echt gezien als een soort parel van het vrije schoolonderwijs. En tegelijkertijd is het ook best kwetsbaar in deze tijd waar alles efficiënt moet zijn en er ook heel veel nadruk natuurlijk ligt op de examens en het voorbereiden van de leerlingen naar de examens toe. Dus de vraag is ook steeds van hoe bewaak je nou die kwaliteit van het periodeonderwijs en zorg je tegelijkertijd dat de leerlingen voldoende of op een goede manier voorbereid worden voor de brede opdracht van het onderwijs. Nou, voordat ik meer ga vertellen daarover, wil ik jullie even meenemen naar een ervaring van mijzelf met het periodeonderwijs. Toen ik 17 jaar oud was, toen zat ik in de 11e klas, dus dat is de 5e klas middelbare school. En wij hadden toen de Parsifalperiode. En ik wil jullie daar een stukje over voorlezen, want daar heb ik iets over geschreven. Gawain stuurt zijn gevolg naar Arthur en trekt er alleen op uit om de Graal te vinden. Hier eindigt mijn beschrijving van de Parsifalperiode. Omdat een aantal leerlingen problemen hadden met hun mening geven en daarover bleven zeuren, mijn mening, is er besloten te stoppen met schrijven en alleen te luisteren en elkaar vragen te stellen over het verhaal. Ook mijn periodeschrift, waar ik eindeloos aan heb geschreven, kan de kast in worden gezet. Jammer, mijn mening, Aziza. Nou, ik was 17 jaar oud toen ik dit in het schrift van de Parsifalperiode schreef, gericht aan mijn docent in Nederlands. 4 weken lang waren we iedere ochtend een dubbel lesuur in de Parsifal-legende gedoken. Onze docenten vertelden ons iedere dag een stuk over het verhaal over de onnozele marijne Parsifal, die door schade en schande leert over zichzelf en de anderen en zo een beter mens wordt. In die lessen voerden we gesprekken over alles wat er gebeurde en wat het betekende voor de karakters en hoe wij daar tegenover stonden. En daarnaast leerden we over de literaire traditie waarin dit soort epische verhalen passen. En de thema's van het verhaal werden verbonden aan ideeën daarover van grote denkers zoals Plato en Socrates, maar ook met gedichten uit het verre en een recente geschiedenis. En iedere dag werkten wij leerlingen die lesstof in onze eigen woorden uit, in ons periodeschrift. We illustreerden die teksten met tekeningen en we zetten de gedachten die bij de verhalen bij ons opriepen op papier. Ik genoot. Ik genoot van het verhaal zelf, waar niets en niemand is zoals het op het eerste gezicht lijkt. En ik genoot van het ontdekken van hoe andere mensen lang geleden hun gedachten over dwaasheid en wijsheid onder woorden brachten. En ik genoot er ook van om mijn eigen gedachten en gevoelens en meningen zo zorgvuldig mogelijk onder woorden te brengen. Ik genoot van de dialogen en soms verhitte discussies die we als klas voerden, waarin ik mezelf kon uitspreken en anderen kon horen. Waarin ik leerde over mezelf en over anderen, over het leven en de wereld. Maar er was ook een groepje jongens in de klas die nadrukkelijk niet genoot. Zij deden gewoon niet mee. Tijdens de les hingen ze in hun banken en ze deden alsof ze sliepen. Ze gaven nooit een mening of een reflectie, maar ze lachten om die van anderen. Hun schriften bleven leeg. En wat baalde ik toen mijn docenten in mijn ogen zwichten en besloot dat op dat moment voor onze klas het gesprek met elkaar het belangrijkste was. Om te zorgen dat ook die jongens daar mee gingen doen, stelden ze voor om de verdere uitwerkingen van de les in de schriften te laten zitten. De jongens stapten daarna inderdaad in, maar ik vond het vreselijk oneerlijk. Ik moest zwichten voor hun terreur. Nou, ik baalde echt als een stekker.
En ik vrees dat mijn teleurstelling en ongenoegen niet alleen in het stukje tekst dat ik aan mijn docent schreef voelbaar zijn geweest, maar ook tijdens de lessen die op de interventie volgden. Dat deze lessen mij toch altijd op positieve zin zijn bijgebleven, dank ik aan hoe mijn docenten zich in die lessen liet kennen als mens en hoe ze mij liet ervaren dat ze me daadwerkelijk zag en accepteerde in mijn eigenheid. Mij hadden die lessen een plek geboden waarin ik verder kon bekwamen in dat waar ik goed in was en dat wat ik heerlijk vond om te doen. Een plek waar ik kon laten zien wie ik was en wat ik kon. En nu voelde het alsof ik daardoor interventie abrupt een einde aan was gekomen. En die beperking riep ontzettend veel weerstand bij me op en verontwaardiging. En mijn docenten probeerden niet die weerstand en verontwaardiging te bagatelliseren of weg te nemen. Nee, in plaats daarvan liet ze hem bestaan. Ze gaf mij de ruimte om uit te spreken en te onderzoeken waar ik weerstand tegen voelde en waarom ik die weerstand voelde. En om zelf uiteindelijk ook een keuze te maken hoe ik daarmee om kon en wilde gaan. En ze bleef wel nadrukkelijk een appel op me doen om mezelf te laten zien en uit te blijven spreken. Kenbaar te maken in de dialogen en in de discussies. En heel geleidelijk aan kon ik mijn boosheid weer laten varen, kreeg ik weer plezier in de lessen. En in mijn periodeschrift schreef ik niet langer de verplichte lesstof op, maar mijn eigen vrije gedachten en verhalen. En ik heb mijn periodeschrift ingeleverd en afgesloten met de volgende tekst. Voor mij is de graal niet iets materieels. De graal die zit in je, zijn je gevoelens. Gevoelens van liefde en vreugde, die zich onder andere kunnen uiten in lachen. Als je lacht, word je warm van binnen en van buiten. En als je lacht, wordt de wereld een beetje mooier. Want de zon schijnt in jouw gezicht. En als je de zon laat schijnen, dan kun je ook anderen laten lachen en zich gelukkig laten voelen. En dit was de beoordeling die mijn leerkracht me terugschreef in mijn schrift over mijn werk tijdens haar lessen. Bovenaan stond een citaat uit de Parsifal. En niemand kan de weg betreden die hij niet zelf heeft kunnen vinden. En dit is wat ze schreef. Tja, voor jou was het misschien niet nodig om de periode aanpak te veranderen. Maar soms zijn andere dingen belangrijker dan alles goed georganiseerd naar een bepaald letterlijk doel te leiden. Daarom moet je soms wel eens van het rechte pad afwijken. Om met elkaar een laagje dieper te komen. Ik heb overigens genoten van je schrift, Aziza. Je bent uitstekend in staat om tot goed en helder verwerken van de stof en tot het vormen en verwoorden van je eigen mening. Dit laatste ook mondeling. De klassengesprekken was je steeds duidelijk aanwezig en ik hoop dat je ook toch zijt op naar andere maatstaven en zonder beoordeling iets van deze periode geleerd hebt. PS, wat een verhaal, hè? Wat ik nog wou zeggen, zijpaden zijn vaak de moeite waard, hoor. Voel je je soms wel eens door anderen opgeduwd en al leiden ze vaak schijnbaar tot niets, lijken het omwegen of ontmoet je er allerlei vervelende mensen en dingen. Ze brengen je avontuur en je leert er in ieder geval altijd veel over jezelf van. Als ik dit nu teruglees, die beoordeling, dan kan ik niet anders dan diep respect voelen voor de pedagogische wijsheid waarmee mijn leerkracht toen gehandeld heeft, naar de klas als geheel en naar mij als individu. In haar brief aan mij nam ze haar verantwoordelijkheid voor haar handelen zonder zich daarvoor te verontschuldigen. Ze liet me zien wat haar afwegingen waren, hoe moeilijk het ook voor haar geweest was en erkende dat het moeilijk was geweest voor mij. Maar ze sprak ook haar waardering uit voor wat ik kon en hoe ik had laten zien wie ik was. Maar misschien was haar PS nog wel het meest leerzaam. Ze richtte mijn bewustzijn op levenswijsheid die zij al had ontwikkeld en waar ik nog niet eens naar verlangde. Voor mij is dit de essentie van periodeonderwijs. Zo'n ervaring waarin je voelt als leerling, ik mag er zijn. Ik word uitgenodigd om helemaal te verschijnen. Nou, het vrije schoolonderwijs bestaat 100 jaar en is ook echt ontwikkeld en opgericht en bedacht om als het ware leerlingen uit te nodigen om hun plek in te gaan nemen in de samenleving. En Steiner schreef daarover, de vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten ten einde zich in de bestaande sociale orde te kunnen invoegen, maar wel wat er in de aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken. Nou, en volgens mij is dat periodeonderwijs bij uitstek de plek waar je als het ware gaat ontdekken voor jezelf, naar jezelf toe en naar anderen, wat er in jezelf in aanleg aanwezig is en wat je zou kunnen gaan ontwikkelen om bij te kunnen gaan dragen aan dat grotere geheel.
En dit uitgangspunt van vrije schoolonderwijs, als je dat naar het hier en nu vertaalt, dan zou je ook kunnen zeggen van, we hebben het heel vaak over onderwijs vanuit de kwalificatiefunctie. En veel onderwijs staat dat voorop, ook in de manier waarop de kwaliteit van onderwijs wordt beoordeeld, als het ware. En Biesta heeft daar zo'n mooi Venn-diagram gemaakt, waarbij hij zegt van ja, er zijn eigenlijk, onderwijs gaat altijd over drie doeldomeinen. De kwalificatiefunctie, de socialisatiefunctie en de subjectificatiefunctie, of wat ik liever de subjectwordingsfunctie noem. En waar het heel vaak in het onderwijs en onderwijsprocessen als het ware start bij de kwalificatiefunctie en ook weer eindigt, omdat daarop beoordeeld wordt. En de socialisatiefunctie er nou ja, ook wel wat bij komt. Hè. We vinden het allemaal belangrijk dat iedereen leert invoegen en meedoen en zich de normen en de waarden eigen maakt van de samenleving. Maar ook dat je ontdekt wie ben ik en wat kan ik. Krijgt die subjectwordingsfunctie over het algemeen veel minder aandacht of staat veel minder centraal. Daar zit ook wel wat handelingsverlegenheid op. Want ja, wat is dat nou eigenlijk? Hè? Die kwalificatiefunctie gaat over toerusten van mensen, van jonge mensen. Met het instrumentarium en de kennis en de vaardigheden waarmee ze toegang krijgen tot de samenleving. En met name ook tot de arbeidsmarkt. En die socialisatiefunctie die draagt daar ook heel sterk aan bij. Dit zijn we, dit vinden we belangrijk, dit doen we. Kwalificatie gaat als het ware over dit kan ik en dit vinden wij belangrijk om te kunnen. En die socialisatiefunctie gaat over dit zijn wij en dit vinden wij belangrijk, zo vinden wij het belangrijk om te zijn. Maar die subjectwordingsfunctie die gaat over iets anders. Die gaat over het, als het ware, het opwekken van het verlangen om op een volwassen wijze in de wereld te zijn. En dat volwassen wij op die volwassen wijze in de wereld zijn, dat gaat erover dat je als het ware je individuele vrijheid leert verhouden tot de vrijheid van anderen. We zijn allemaal heel erg geneigd om bij keuzes die we maken, dingen die we doen, dingen die we belangrijk vinden, onszelf als het middelpunt van de wereld te nemen. En het eikpunt van wat goed is, of wat nodig is, of wat belangrijk is. Sommige politieke leiders maken daar zelfs, bouwen daar hun hele beleid op, hun hele politieke ambitie op, zou je kunnen zeggen. You're either with us or you're against us. En dus het wij en het zij denken zit daar heel sterk in. Maar dat volwassen in de wereld zijn, dat gaat er juist over dat je het eigene en het andere met elkaar in relatie brengt, in dialoog brengt als het ware. Dat je niet uitgaat van de vraag van wat wens ik, maar daarna de vraag stelt, is wat ik wens ook wenselijk voor mijzelf en voor de ander en het andere in de wereld. En dat je daar leert een balans in te zoeken. Nou, ik denk dat een tijd zoals nu waarin we leven met de corona en alle maatregelen die erbij komen, eigenlijk iedere dag allemaal dat appel op onze volwassenheid wordt gevoeld. En ook de ingewikkeldheid om daar iedere keer weer verantwoordelijke keuzes in te maken. Iedere dag worden we bij dingen die eerst volkomen vanzelfsprekend waren en die we gewoon voor lief namen als het ware, krijg je nu de opdracht om, de impliciete opdracht en soms ook de hele expliciete opdracht, om na te denken over, is het wel wenselijk dat ik doe? Kan dit? Is het mogelijk? Vormt als het ware een voortdurende onderbreking van wie we zijn. En een van de kenmerken, denk ik, van het vrije schoolonderwijs, of een belangrijk kenmerk van het vrije schoolonderwijs, is dat die subjectwordingsfunctie als het ware niet een nagedachte is, maar voorop staat. Het is wat je zou kunnen noemen subjectiverend onderwijs, zoals Biesta dat noemt. Waarbij je de start, het uitgangspunt, is die subjectwordingsfunctie. En het opwekken van het verlangen om op een volwassen wijze in de wereld te willen bestaan. En die kwalificatie en die socialisatiefunctie, krijgen invulling in het licht van die subjectwordingsfunctie. Dus dat zijn niet op zichzelf staande doelen, maar worden zo ingevuld dat ze ertoe bij gaan dragen dat kinderen aangesproken worden in dat verlangen om op een volwassen wijze in de wereld te staan. Maar ja, hoe doe je dat nou? Hè? Wat vraagt dat nou? Dat is best wel ingewikkeld. Ik zou zeggen dat het volgende zou kunnen betekenen. Dat je leerlingen zo onderwijst dat ze in staat zijn om hun eigen plek te vinden in en bij te blijven dragen aan de samenleving door het ontwikkelen van het gebied van socialisatie, een oriëntatie en handelswijze waarmee je in staat bent om dit te doen vanuit dat wat je waardevol en belangrijk vindt.
Dus het gaat over het ontdekken. Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Waar wil ik aan bijdragen? Hoe ga ik bijdragen aan de wereld? In het kwalificatiegebied gaat het over het ontwikkelen van competenties die je in staat stellen om dit vanuit je eigen talenten en mogelijkheden te doen. Dus dat je de weg vindt om echt vanuit jouw eigenheid bij te kunnen dragen op je eigen manier. En voor de een zal dit via het denken over de wereld zijn, maar voor de ander zal het via het doen in de wereld zijn. Het handelen, iets maken, iets bijdragen op die manier. Daar zit geen oordeel op wat beter is of wat slechter is, maar het gaat erom dat je je eigen weg vindt erin. En dus ook dat je als onderwijs breed genoeg onderwijs aanbiedt voor kinderen om dat allemaal te kunnen ontwikkelen. En dan die subjectwordingsfunctie, ja, die gaat echt over dat verlangen om je eigen vrijheid te verhouden tot de vrijheid van anderen. En daarvoor is het onmisbaar, als het ware, dat je die vrijheid gaat ontdekken en kunt verkennen en daar mee kunt maken, mee in kunt gaan oefenen. En dat is waar de periodeonderwijs volgens mij het platform voor biedt. Ik wil je een klein filmpje laten zien. Heel kort is dat over van Marcel Seelen. Hij is een doorgewinterde vrije schoolleerkracht. Ik heb zelf in het ver verleden nog een Nederlands les van hem gehad in mijn eindexamenjaar. En hij vertelt kort iets over het periodeonderwijs. Het is grappig, want Marcel noemt in dit filmpje vooral eigenlijk wat het voor leerlingen doet. Maar het is ook, het doet ook echt iets voor leerkrachten, periodeonderwijs geven. Want het is een heel scheppend proces wat je daarbij voor door moet maken. Iedere leerkracht geeft zijn eigen periodeonderwijs. En natuurlijk zijn er thema's die vaststaan en er is allerlei materiaal dat in de afgelopen 100 jaar uitgewerkt is. Maar dat neemt niet weg dat iedere leerkracht zich echt moet verbinden met de lesstof, moet verbinden met de klas en zelf als het ware bedenkt hoe die 3 weken of 4 weken, wat het is, in gaat vullen met die klas. Welke reis ze als het ware met elkaar gaan maken. En het is projectonderwijs, waardoor de dingen ook de kans hebben om als het ware te gaan meanderen. Dus het is niet heel strikt op één lijn afgericht, maar er is ruimte om te verkennen, om te onderzoeken met elkaar. En tegelijkertijd kennen de lessen ook een hele duidelijke structuur. Er zit een duidelijke opbouw in. Hè. Meestal wordt er begonnen zo'n ochtend met de spreuk. Dan wordt de lesstof van de vorige dag teruggehaald. Dan is er een moment dat er nieuwe lesstof in wordt gebracht. Heel vaak is dat met vertelstof. Verhalen over de geschiedenis, over gebeurtenissen, maar ook veel biografieën worden er gedeeld. En daarna is er een moment voor de leerlingen
kan ook zijn dat er geëxperimenteerd wordt, bijvoorbeeld dat er proefjes worden gedaan, dingen geoefend worden. Daarna zijn er momenten dat er vaak kunstzinnig gewerkt wordt, dus getekend wordt, soms met klei gewerkt wordt of andere vormen van kunstzinnige verwerking. En daarna is ook het werken in het schrift, dus het verwerken van de lesstof en daar je eigen tekst van maken. En dat nemen leerlingen ook mee naar huis. En een van de kenmerken van het periodeonderwijs is, überhaupt voor vrije schoolonderwijs, is wel dat de leerkracht eigenlijk probeert om zijn eigen betekenisverlening van de gebeurtenissen, van de personages die er plaatsvinden, dus de eigen duiding, om die terug te houden. Maar om, als het ware, de waarnemingen te delen en de leerling uit te nodigen om tot zijn eigen betekenisverlening te komen. En door zo'n proces aan te gaan, van die lesstof horen, het verwerken, het kunstzinnig verwerken, het medenacht innemen als het ware, onbewust meenemen met je en de volgende dag daarop terugkomen en dan met elkaar vragen van, maar goh, wat heb je nou eigenlijk gehoord en wat betekent dat voor jou? Daarmee worden leerlingen uitgenodigd om een eigen proces van betekenisverlening door te gaan. En toen Steiner het periodeonderwijs ontwikkelde, was ook een van de belangrijkste doelstellingen eigenlijk het niet zozeer het overdragen van kennis of vaardigheden, maar om de verbeeldingskracht te stimuleren bij leerlingen. Dus dit zijn lessen die gericht zijn op het stimuleren van de verbeeldingskracht. En voor Steiner was verbeelding een hoge orde van cognitie die ons in staat stelt om kennis en vaardigheden die we moeten leren te transformeren naar verdiepende ervaringen. Dus het is verbeelding stelt je in staat om als het ware het alledaagse echt tot je te nemen en betekenis te geven. En volgens hem stimuleerde dat creativiteit in het denken, ook doordat het gevoel van de lerende persoon erbij betrokken werd, waardoor er dus betekenisvolle relaties met de lesstof konden ontstaan. Nou, dat hele proces vraagt dus ook dat je niet alleen het als iets beleeft wat buiten je staat, maar je er ook echt mee gaat verbinden. En dat is wel kenmerkend voor het vrije schoolonderwijs of voor het periodeonderwijs. Dat is denk ik ook wat mij, waarom die periode van die Parsifalperiode me nog zo bijgebleven is. Is dat ik ben denk ik nergens op school mezelf zo tegengekomen als in die periode. De mooie kanten en ook wel de kanten waar ik me misschien ook wel een beetje voor schaamde. Zeg maar de lelijke kanten van mezelf. Hè? Mijn eigen boosheid en weerstand en ook ongeduld met anderen. Dat het feit dat, ja, ik moest echt leren dat wat voor mij goed en mooi en heerlijk was, praten met elkaar, ideeën aan elkaar scherpen, met woorden als het ware een steekspel voeren, dat het voor anderen misschien wel heel frustrerend was. En dat je een vorm moet vinden waarin iedereen vanuit zijn eigenheid er kan zijn. Dat is een ongelooflijk waardevolle les voor mij geweest. En je kan je denk ik ook wel voorstellen dat dat periodeonderwijs een van de belangrijkste, ja, als het ware, instrumenten van leerkracht in de vrije school is om hun pedagogische opdracht vorm te geven. Die periodelessen worden ook heel zorgvuldig vormgegeven en gecode thema's zijn echt afgestemd op de leeftijdsfase van de leerlingen. Dus die worden niet zomaar gekozen, maar in de brugklas gaat het over de ontdekkingsreizigers, over de wereld verkennen. Nou, tegen het eind van de middelbare school gaat het dus over die Parsifalperiode bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn dat je een architectuurperiode hebt waar je je eigen huis gaat ontwerpen voor jezelf, voor hoe je jezelf in de toekomst ziet, voor hoe jij in de wereld wil zijn. Waarbij je vragen krijgt over, ja, welke ruimte wil ik eigenlijk innemen in de wereld? En wat vind ik belangrijk? En met wie wil ik eigenlijk wonen? Of hoe wil ik wonen? Allemaal keuzes die als het ware je blik op jezelf richten, maar ook op de toekomst en de wereld. Even kijken. Zo. Hey, gaat hij nog door bij jullie? Nee. Voordat ik deze werkgroep ging doen met de docenten, hebben we eerder onderzoek gedaan in de kenniskring. En dat was Frans Lutters, die heeft dat onderzoek gedaan. Dat is een collega van Wouter op de school. En hij geeft ondertussen geloof ik 40 jaar periodeonderwijs. En heeft dat zowel op lagere scholen als op middelbare scholen gedaan. En hij wilde heel graag gaan kijken naar wat nou eigenlijk de waarde van het periodeonderwijs was voor zijn leerlingen op school. Dus hij is met
150 leerlingen ongeveer in gesprek gegaan, heeft vragenlijsten met ze afgenomen over dat periodeonderwijs. En hij is gaan kijken van wat klinkt er nou in hun antwoorden, wat voor hen wat de betekenis van dat periodeonderwijs is. En een van de dingen die daaruit was dat ze het ervaren als waardevolle leerervaringen. Omdat je er zo echt in onderdompelt, geeft het je de kans om je echt te gaan verdiepen en te verbinden met een thema, met een onderwerp. En ook echt iets echt te gaan begrijpen. Dus je neemt het niet alleen maar tot je gaat het echt verwerken en op je eigen manier als het ware betekenis eraan geven. Maar ze gaven ook aan dat het een moment van ademruimte bood. Binnen de hele strakke structuur van de dag en de dingen die zo gericht zijn, eigenlijk heel, moet je zeggen, heel doelgericht, veel al naar het eindexamen of naar toetsen toe, was dit eigenlijk een soort plek waar leerlingen ook even het gevoel hadden van, oh ja, even met elkaar in de rust en met aandacht de dag beginnen. Dat geeft een heel ander gevoel om zo'n lesdag in te gaan. Het was ook de plek waar ze het gevoel hadden dat er echte ontmoetingen plaatsvinden. In de vrije school begint iedere les met een hand van de leerkracht, waarbij de leerkracht je in de ogen kijkt. Ja, in deze tijd is dat moeilijker. Maar dat geeft wel aan dat het leggen van verbinding een heel belangrijk element is. En in die periodelessen, juist omdat er ruimte is voor gesprek of voor het inbrengen van biografieën, voor perspectieven, heb je het gevoel dat je een echte ontmoeting kunt hebben met de mensen met wie je in een ruimte bent, maar ook met de mensen waar je over leert of waar je over hoort. En dat stelden ze dus ook in staat, wat nodigden ze uit om echt zelf betekenis te gaan verlenen aan de dingen die ze hoorden, daar duiding aan te geven, waarde aan toe te kennen ook. Dus het helpt ook in de komen tot oordeelsvorming over dingen. En de vrije verwerking vonden ze ook, was ook een belangrijk deel, omdat het je uitnodigt om op een andere manier je met de lesstof te verbinden. Maar dat het ook een het helpt ook daarmee om heel geleidelijk aan steeds iets te gaan verkennen, als het ware. Door juist met je potlood op papier bezig te zijn en niet in woorden het proberen te vangen, maar bijvoorbeeld in een beeld iets uit te drukken, geeft hij de kans om het van een ander perspectief, als het ware, te zien. En het is ook gewoon fijn om op je eigen manier iets uit te mogen drukken. Taal is heel rijk, maar ergens ook beperkt. En de mogelijkheden die je hebt om jezelf uit te drukken met een potlood of een tekening of een schildering is weer heel anders. En dat waren echt dingen die leerlingen waardeerden. Maar tegelijkertijd, is periodeonderwijs staat ook best wel een beetje onder druk. Want er moet gewoon onwijs veel voor de eindexamens. En heel veel van de periodestof, dat begrijpen jullie denk ik wel, is niet per se iets wat ook in het eindexamen terugkomt of getoetst wordt. En hoe blijf je dat nou als scholen daar het evenwicht in houden? Hè? Hoe zorg je nou dat die dingen die zo van waarde zijn in het periodeonderwijs behouden kunnen blijven worden? Nou, vanuit die vraag ben ik met de docenten aan de slag gegaan. En een van de opdrachten die we hebben voor het lectoraat is dat we bij willen dragen aan het versterken van het intentioneel pedagogisch didactisch handelen in de onderwijspraktijk. Dus dat het handelen dat plaatsvindt in de lessen echt gestuurd wordt vanuit de intentie, de pedagogisch-didactische intentie die mensen hebben voor dat onderwijs. Nou, we hebben het eerder al gehad over die pedagogisch-didactische intentie van het vrije schoolonderwijs en van het periodeonderwijs. Dus dat was iets wat ik ook wilde gaan verkennen. En de opdracht van het lectoraat om dat te versterken, dat vermogen van mensen om daarmee te handelen, dat is wat Biesta noemt dat een proces van soft emancipation, zachte emancipatie. Waarbij je mensen als het ware helpt om het instrumentarium te ontwikkelen om hun eigen oordeelsvorming en keuzeprocessen en handelen als het ware steeds zorgvuldiger te gaan doen of meer afgestemd en in lijn met die intentie te krijgen. Nou, daarvoor brengen we vanuit het lectoraat vragen en perspectieven in, maar ook processen en werkwijzen en soms modellen en instrumenten en kennis en inzicht. Dus dat doen we op veel verschillende manieren.
En Wouter, die ook een van de toehoorders is op dit moment, en ik hebben daar een, ja, eigenlijk naar aanleiding van de gesprekken die we binnen het lectoraat hebben, zijn we daar een modelletje voor aan het ontwikkelen. Dat is een lemniscaat. Dat past ook weer mooi bij het vrije schoolonderwijs. En aan de ene uiterste kant van van de lemniscaat zie je de bedoeling of de intentie staan. Dus het waartoe van het onderwijs. In het midden, waar de twee lijnen elkaar kruisen, daar zie je bovenaan vorm en curriculum en onder organisatie staan. En aan het andere uiterste zie je ontmoeting of handelingspraktijk staan. Dat zijn eigenlijk drie lagen van ja, de realiteit van het onderwijs. En wat we proberen te doen om aan die soft emancipation te werken, zou je kunnen zeggen, is dat we mensen uitnodigen om steeds door die lemniscaat heen te gaan bewegen. Dus dat je start of bij de handelingspraktijk of bij de intenties bijvoorbeeld, maar dat je gaat vragen van wat willen we nou eigenlijk? En vervolgens gaat kijken naar zo'n volgende stap. Die vorm en dat curriculum, passen die? Zijn die passend om als het ware dat mogelijk te maken wat we willen? De organisatie draagt die bij aan dat wat we belangrijk vinden. Maar vervolgens ook naar die handelingspraktijk. Als je naar die handelingspraktijk doet, bieden we daar dan aan wat we met die intenties beogen. En dit proces steeds doorlopen, zou je kunnen zeggen, als je zelf steeds die vragen blijft stellen, dan zou je kunnen zeggen dat er steeds meer congruentie gaat ontstaan tussen intentie, vorm en handelingspraktijk. En daarmee dus dat versterken van het intentioneel pedagogisch handelen in de klas en in de school. En dit is eigenlijk de basis van wat ik wilde gaan doen met die leerkrachten of de docenten. Het stukje waar ik wat over wil vertellen nu is, we zijn de intenties of de bedoelingen van het periodeonderwijs gaan verkennen. En daarvoor hebben we die drieslag van Bista, die drie doeldomeinen gebruikt. Dus we zijn gaan kijken welke intenties zijn er eigenlijk in het periodeonderwijs voor kwalificatie, socialisatie en subjectwording. Nou, de bedoeling van het onderzoek was dat we dus met docenten wilden verkennen en ja, hoe we ze kunnen helpen als het ware om zelf met elkaar dat periodeonderwijs te blijven bevragen en ontwikkelen vanuit wat ze beogen voor de leerlingen. Dus wat ze belangrijk vinden vanuit die intenties. Maar we wilden daarmee ook de dialoog in de scholen stimuleren over wat we waardevol onderwijs vinden. Want dat is volgens mij iets waar we eigenlijk, ja, iedere dag bij wijze van spreken ruimte voor in zouden moeten richten. Wat vinden we belangrijk en doen we wat we belangrijk vinden met elkaar? Want dat is als het ware het kompas waarop we moeten varen met elkaar. Maar we hadden ook een wat praktischer oogpunt of punt voor ogen. En dat was namelijk gewoon zicht krijgen op hoe die doeldomeinen in dat periodeonderwijs vorm krijgen en hoe daarover gedacht wordt. Nou. De workshopserie was als volgt opgezet. In het eerste jaar ben ik gestart met een lezing voor de hele groep. Dat waren ongeveer 750 docenten. Over vragen voor het onderwijs dat beoogt te vormen voor het leven. En toen met ongeveer 30 docenten ben ik deze workshop gaan doen, waar ik straks meer over wil vertellen. En het plaatje wat je daarnaast ziet was, uiteindelijk hebben al die docenten de dingen waar ze aan gewerkt hadden tijdens de workshop in een grote Venn-diagram geplakt met elkaar en zijn we gaan ordenen en ja, die beschrijvingen van het periodeonderwijs daarin gaan plakken. Dus dit was ook de dataverzameling die we hadden gedaan met elkaar. En ik heb toen na afloop, heb ik samen met een andere onderzoeker, Ariella Krijger, hebben we die data helemaal geanalyseerd en opgeschreven. En dat hebben we in het tweede jaar, hebben we dat weer teruggekoppeld aan ze. En toen zijn we dat verder gaan verdiepen door te kijken naar de gouden momenten die leerkrachten voor zichzelf konden identificeren. De momenten waarop het echt lukte om het denken, het voelen, het willen van de leerlingen aan te spreken, om tot die oordeelsvorming te komen. Zijn we met elkaar die gouden momenten gaan verkennen en daar als het ware karakteristieken uit gaan halen. Ja, je zou kunnen zeggen, handvatten die je hebt om, als je met de voorbereiding van je lessen bezig bent, te kijken van ben ik met de goede dingen bezig? Of maak ik in ieder geval mogelijk voor mezelf dat die gouden momenten kunnen ontstaan? En in het derde jaar hebben we daar een stukje, een publicatie over geschreven voor de bundel. En daar hebben we dialoogsessies over gehad met een groep docenten nog. En nou, dus dat was de opzet. En nou, ik wil wat
van de opbrengsten met jullie delen. De eerste over die socialisatiefunctie. Want wat zien ze nou als de belangrijkste doelstellingen eigenlijk van die op het gebied van de socialisatie? Dat gaat over het ontdekken van het vak. Door dus in ontmoeting te komen met de karakters en de personages als het ware, die daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. Maar ook, en dat vond ik ook wel heel opvallend, door de liefde van de docent voor zijn vak zelf. Dus een van de dingen die ze heel belangrijk vinden is dat leerlingen als het ware de schoonheid die zij zelf aan hun vak ervaren, dat dat overkomt bij de leerlingen. Dus die verwondering over ja, de schoonheid van een scheikundige proef of de patronen die je in de geschiedenis kunt zien, al dat soort dingen. Dat speelt een hele belangrijke rol op dat gebied van socialisatie. En het gaat er natuurlijk ook over om te leren over tradities en gebruiken en het instrumentarium van een vak. Waardoor je zicht krijgt op zo wordt het gedaan of zo doen wij het. Dus je wordt echt ingevoegd in, als het ware, ja, de geschiedenis, de grote lijn van zo'n vak. Maar het gaat er ook over, wat heel belangrijk wordt gevonden, is dat leerlingen kunnen gaan ervaren dat het ertoe doet wanneer iets gedaan wordt of door wie iets gedaan wordt of hoe iemand iets doet. Dus dat zijn bijvoorbeeld die biografieën die gedeeld worden, die laten echt zien dat een individu een verschil kan maken in de geschiedenis of in hoe de dingen lopen of hoe een vakgebied zich ontwikkelt bijvoorbeeld. Nou, je kan je voorstellen dat dat ergens iets prikkelt, hè, bij leerlingen van, oh ja, wacht even, ik kan dus het verschil maken. Nou, dat vinden docenten ook heel belangrijk. En ja, dat het ontdekken van het vak en de ander en de wereld, dat leert je iets over jezelf ook. Dus het gaat niet alleen over dit zijn wij en dit kunnen we, maar dat er bij jezelf als het ware de vragen opkomen van, maar wie ben ik dan eigenlijk? En hoe wil ik zijn met deze dingen? Als dit is wat er is, hoe ga ik hiermee om? Op het gebied van de kwalificatie is natuurlijk wel die inhoudelijke kennis belangrijk. Dat geven mensen ook aan, hè? Dat vinden ze ook een belangrijk onderdeel. En dat gaat over feiten en begrippen en context. En die context, dan gaat het zowel over het persoonlijke, over het wereldlijke en over het historische. Dus de lijn wordt eigenlijk altijd heel groot gemaakt. Waardoor je ook als leerling kan ervaren dat een gebeurtenis op zich heel belangrijk is, maar dat die altijd ingebed is in een groter geheel. Een groter geheel in het hier en nu, of in het moment dat het plaatsvond, maar ook in een historisch hier en nu, in een historische context. Nou, ook hier weer gaat het over, was een van de doelstellingen over dat het verschil wat je kunt maken, hè, door wat je doet en wat je weet en wat je kunt. Dus ja, je hebt bepaalde kennis nodig om misschien wel iets volgens te kunnen gaan ontdekken, om iets te kunnen gaan doen. Dat inzicht daarvoor, ja, maakt ook de motivatie om iets te leren, om je iets eigen te maken, wordt daardoor gevoed. En dat je vanuit het vak kunt leren over de wereld van jezelf. Ook weer van dit is wat we kunnen, dit is wat we doen. En jezelf weer die vraag gaat stellen van als dit is wat jij weet en kunt en doet, is dat dan genoeg? Of is er meer wat je wil gaan doen en kunnen en gaan ontdekken? En op het gebied van die subjectwording, daar zag je eigenlijk dat ze een proces beogen. Een proces waarbij de leerling als het ware start met meedoen en dan gaat naar het zich eigen maken en dan vervolgens naar het iets zelf in de wereld brengen. En dat start eigenlijk met het ontwikkelen van het waarnemen, zou je kunnen zeggen. Dus het waarnemen van jezelf, maar ook van de ander en het anders zijn. Dus het ontmoeten van jezelf en van de wereld. Daarnaar kijken zonder dat je per se een oordeel daarover hebt, maar echt goed leren waarnemen. Een van de dingen die in vrije scholen gebeurt, bijvoorbeeld in de scheikundelessen, is dat je een proefopstelling maakt en dat je die heel nauwkeurig in je schrift natekent. De verschillende fases van die proef moet je dan steeds heel precies natekenen. Daarmee leer je ongelooflijk goed naar de details kijken, als het ware, zonder jezelf te veel in te brengen. Maar ook weer steeds terug te gaan van, oh ja, was het daar nou, was het nog grijs of werd het al een beetje groen? Heel zorgvuldig te kijken naar wat er plaatsvindt, zonder daar al iets van te vinden. Maar ook dat je gaat waarnemen hoe de wereld en het ik elkaar beïnvloeden. He, dat
ja, de dingen die je doet zijn weerslag hebben op anderen, net zo goed als dat de dingen die anderen doen een weerslag hebben op jou. En wat vind je daar nou van en wat betekent dat? Dat is een volgende vraag die je dan kunt gaan stellen. Maar ook de schoonheid en de waarde van verschillen in de wereld, van verschillende vakken, van verschillende mensen, van verschillende benaderingen, van verschillende perspectieven. Dus die breedheid die draagt ertoe bij, als het ware, dat je blik op de wereld vergroot werd. Die PS van mijn lerares, hè, waarin ze zei van over die zijwegen, dat dat vaak hele spannende dingen zijn waar je veel over jezelf kunt leren, bracht daar echt een ander perspectief in mee. Maar het gaat er ook, je kunt ook waarnemen dat je jezelf gespiegeld ziet. En spiegelt in de wereld, in processen, in anderen. Dat je eigenlijk, ja, je voelt je soms heel eenzaam of uniek. Maar eigenlijk ben je ook een onderdeel altijd van een groter geheel. En daar je bewust van worden, kan er ook toe bijdragen dat je dus ook voelt van ja, als je niet losgezongen bent, heb je ergens ook een stukje verantwoordelijkheid voor dat grotere geheel. Nou, die tweede fase die gaat over het leren onderzoeken en het oefenen. En dat gaat ook over je grenzen verleggen en niet alleen in het weten, maar ook het niet weten of het nog niet weten om je daartoe te verhouden. Met open vragen om leren gaan en die durven te verkennen. Het leren genieten daarvan zelfs, hè, plezier erin hebben. Ja, je zou kunnen zeggen, dat raakt wel een beetje aan wat Carol Dweck een growth mindset noemt, waarin je als het ware mislukkingen of dat wat je nog niet kunt, kunt als een instrument gaat zien om je te kunnen gaan ontwikkelen, als een uitdaging in plaats van een belemmering of iets wat je wil vermijden, omdat dat negatief is. Maar het gaat ook over het ontwikkelen van bewegelijkheid in zijn en handelen. Dus dingen uitproberen. Leren zien dat er alternatieven zijn. Dat dingen op een andere manier kunnen. Dat als je een idee over een hypothese over iets gevormd hebt, dat je die wil ontkrachten als het ware. Dat je wil kijken van, nou, maar is er nog iets anders? Een andere verklaring mogelijk voor wat ik voor ogen had. En het gaat ook over het omgaan met weerstand. Gewoon het simpelweg inoefenen van dingen. Ja, totdat je er blauw van in je gezicht ziet, als het ware. Het proberen om er steeds beter in te worden, dat leert je ook om door dingen heen te werken. En het gevoel als je iets eigen hebt gemaakt daarna, is natuurlijk een gevoel van triomf. Als ik bijvoorbeeld mijn dochtertjes, die spelen gitaar en ukulele. En dan soms hebben ze van die dagen, en dan hebben ze een nieuw muziekstuk op. En dan hoor je ze eindeloos weer diezelfde riedeltjes. En iedere keer gaat het op hetzelfde punt mis met die handzetting. En dan blijven ze oefenen, 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 oefenen. En dan op een gegeven moment dan zijn ze er doorheen. En dan, ja, dan de spat, de vreugde spat er vanaf, als het ware. Dat door omgaan met die weerstand. Maar dat is wel iets wat ze hebben moeten leren en ontdekken. Dat dat echt iets oplevert ook. En die laatste fase gaat over het scheppen. Over iets creëren. En hoe geweldig dat is. Als er iets ontstaat wat er eerst nog helemaal niet was. En wat echt uit jou komt. Ja, de vreugde en de kracht ervaren, ook om als het ware aan jezelf te werken of om jezelf te ontwikkelen. Hè, jezelf te overkomen als het ware. Dat dat iets is wat heel, ja, waardevol is en vervulling kan geven. Ook niet alleen maar stom is als je tegen je eigen grenzen aanloopt. Maar hoe leerzaam het is en bevredigend ook misschien wel om daar doorheen te kunnen werken. Te ontdekken dat het misschien een volgende keer anders kan. Dat het niet altijd om het doel hoeft te gaan, het bereiken van iets, maar gewoon in het zijn, in het proces stappen. Hoe waardevol dat is en hoeveel plezier je daaraan kunt beleven ook. Omdat het ook een zekere mate van vrijheid kan bieden. Hè? Gewoon het zijn met elkaar en daarvan genieten. En dat je ook, het helpt je om een innerlijk kompas te vormen. Dus zelf je dingen neerzetten, daarmee laat je zien wat je belangrijk en waardevol vindt. En daar kan je je ook op richten weer. Naar de toekomst toe. Nou, als ik het een beetje bij elkaar zou willen pakken, dan zou je kunnen zeggen dat socialisatie en kwalificatie gaan hand in hand in het periodeonderwijs, maar ze vormen ook het fundament voor die subjectwordingsprocessen. He, dus je leert, je maakt je het instrumentarium eigen. Je voegt je in de geschiedenis, in dat wat geweten wordt en dat wat gekund wordt, als het ware. Maar tegelijkertijd volgt daar altijd de uitnodiging op om zelf te gaan scheppen, om zelf te gaan doen. En hoewel feitelijke kennis natuurlijk als belangrijk wordt gezien, ligt de nadruk echt op het ontwikkelen van eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen,
vakoverstijgende kennis en vaardigheden, metacognitie, over processen waarmee je jezelf en de wereld kunt ontmoeten en onderzoeken en doorgronden ook betekenis kunt gaan verlenen daaraan. En het gaat over het ontwikkelen van het vermogen om wat je ontwikkelt ook toe te passen, zeg maar, eerst door je in te voegen, dan door voor te bouwen op wat er al is. Dat invoegen gaat eigenlijk over die socialisatiefunctie. Je leert van zo wordt het gedaan en zo, hier kan ik aan meedoen. En de volgende stap is dat je zelf gaat onderzoeken als het ware van hoe kan ik dit toepassen? Hoe kan ik hiermee omgaan? En de laatste fase, dan gaat het naar dat scheppen toe. En daarvoor oefen je eigenlijk dat verklaren en dat reflecteren en dat begrijpen. Dat stelt je in staat ook om van daaruit te gaan scheppen. Dus er zit een beweging in van socialisatie, kwalificatie naar subjectwording toe, zou je kunnen zeggen. En wat er het meest naar voren kwam eigenlijk was dat het periodeonderwijs echt een plek kan zijn waar je uitgenodigd wordt om op volwassen wijze in de wereld te zijn. En waar je dus ook een instrumentarium kunt gaan ontwikkelen om op zo'n manier in de wereld te zijn. Maar dat was wel echt een inzicht wat de docenten opdeden. Dat het eigenlijk niet alleen voor de leerlingen het geval is, maar ook voor henzelf als docent. En dat dat ook maakt dat periodeonderwijs geven zoveel vervulling brengt. Voor de docenten. Het is vaak de kers op de taart, zou je kunnen zeggen, in het geven van het onderwijs. Nou, dit was wat ik jullie erover wilde vertellen. En ik had nog een aantal vragen waar we misschien over in gesprek kunnen gaan. Maar misschien zijn er mensen wel die iets willen zeggen of iets willen vragen. En dan nodig ik jullie daar graag toe uit.